Titelstrijd lijkt gestreden na gelijkspel tussen PSV en Feyenoord. 3 dagen vrij doen Ajax goed en een hele belangrijke mededeling voor de kijkers en luisteraars. Dit is weer een nieuwe titelstrijd. Zinderende ontknoping in de Eredivisie. PSV Ajax is landskampioen. Dit is titelstrijd. En dat doen we vandaag met Yannick en Brecht. Allereerst mannen, hadden we jullie geen 3 dagen vrij nodig om vandaag een hele goede aflevering neer te zetten? Nou ja, als dat hier vertaande mogelijkheid is, dan ik teken ervoor hoor. 3 dagen vrij, topprestatie neerzetten. Zitten wel in Amsterdam ook, hè? Had gekund. Ja, maar, precies. Nee, ja. Dat laten we dan maar niet doen. 3 dagen vrij, dat is natuurlijk te veel van het goede. Maar Van het Schip had het trouwens zelfs over 4 dagen vrij. Het wordt steeds beter daar. Dat was een joke, ja. Ja, dat was een grapje inderdaad. Hij wilde in ieder geval een beetje gelijk halen. Voordat we naar Ajax Utrecht gaan, natuurlijk de kraker van het afgelopen weekend was PSV Feyenoord. Wat vonden we ervan? Ja, ik vond het een tegenstelling tot, om maar gelijk even met de deur naar huis te vallen, een tegenstelling tot Bos, ik vond het wel een leuke wedstrijd. Ik heb genoten. Een hoog Premier League gehalte vond ik het. Het is al heel veel genoemd natuurlijk. Je hebt ook gesproken over een Europees gehalte inderdaad wel echt. Nee, echt hoog tempo en daar ga je fouten maken natuurlijk als twee ploegen zo hard tegen elkaar ingaan en elkaar onder druk zetten. Veel kansen, veel foutjes. Amusementswaarde was hoog. Ik vond het een geslaagde topper. Ja, het was een leuk duel. Jij was daar natuurlijk aanwezig. Nog bijzondere dingen gebeurd in de persruimte? Nou, ik moet zeggen, het was naast de topper op het veld. Het was echt een topper in de persruimte. Er gebeurden dingen die ik hele seizoen nog niet heb meegemaakt. Een Duitse journalist die nog even inbrak bij Slot over een eventuele vacature die open stond ergens in Duitsland. Je had nog vanuit Veronica hadden ze een sigaar meegenomen voor Bos. Het was eigenlijk uiteindelijk een speelveld, een speeltuin gewoon in de persruimte. Lijkt wel een musical. Nee, het lijkt wel een musical. En je merkte ook wel een beetje van, het is nou wel gespeeld. Dus er was ook wel ruimte voor een beetje luchtigheid. Al leek dat bij dat interview van Wiever naderhand, leek het al een beetje anders in ieder geval over te komen. Maar inderdaad, wat je zegt. Dat is een moedje. Dat moet je zeggen. Volgens mij zei ze daarna ook gelijk weer van, ja, dit PSV heeft al zo weinig verloren. Waarom zou ze dan nog 3 keer verliezen? In de komende tijd. Dus ja, dat is een beetje altijd een moedje om te blijven zeggen. En Jiménez zei een beetje hetzelfde nog. Ja, precies. Eigenlijk net als dat al die PSV'ers moeten zeggen dat ze nog geen kampioen zijn. Daar later over meer. Eerst beginnen we eventjes met Tillman. Want die speelde een geweldige wedstrijd. Daar gaan we straks een top 3'tje over maken. Maar eerst over die wedstrijd zelf. Want hoe vonden jullie dat die speelde? Ja, het was echt een genot om naar te kijken. We hebben natuurlijk een gecombineerd elftal gemaakt afgelopen week. Staat hij niet in? Ja, je zei net nog op de redactie dat je weinig kritiek had in de reacties. Dat ze het redelijk met je eens waren. Ja, maar ik denk maar na dit weekend. Die kritiek geef ik al even op mezelf. Want, ja, je bent toch zelf kritisch? Ja, tuurlijk. Nee, Tillman, man van de wedstrijd. Een paar mooie acties. Nou, dus een goal. Nou, daar kunnen we heel kort over zijn. Sprak zoveel klasse uit. Hij gaf een panna aan. Misschien wel de beste verdediger van de Eredivisie. Ja. Waren ze niet allemaal met me eens in de comments. Nee, precies. Dat leek inderdaad na een paar minuten leek jouw keuze slecht uit te pakken. Even later bleek het toch wel een goede keuze geweest. Want Boskak die speelde ook niet echt een lekkere wedstrijd. Nee, nou ja. Het zegt wel veel dat twee van de beste spelers uit de Eredivisie fouten maken. Hè? Dat ruimt wel een beetje met wat we na afloop hoorden. Tillman was eigenlijk de beste man van het veld. Daar was iedereen het wel over eens na afloop. En toen dachten wij, dan gaan we even een leuk top 3'tje doen. Want het is natuurlijk een huurling bij PSV. En dan doen we de top 3 beste huurlingen van de afgelopen 10 jaar. Dus dan beginnen we even bij Yannick. Ja, nou, er zijn natuurlijk mooie huurlingen voorbij gekomen de laatste jaren. Maar degene die bij mij op nummer 3 staat, dat is dit seizoen een huurling. En die kwam ook gisteren in actie tijdens PSV Feyenoord. En dat was Sergio Dest. Speelde misschien gisteren niet. Had wel lastig met Minté. Maar ik vind wel dat hij op dit moment wel echt zo'n goede linksback is. Zo'n goede indruk maakt. Ik heb het al vaker gezegd, misschien ook wel de beste linksbuiten die PSV op dit moment in huis heeft. Dus die krijgt van mij de nummer 3 positie. Dan hebben we op nummer 2 hebben we iemand van Feyenoord. Die speelt er nu niet meer, maar wel 2 jaar geleden. Dat was Cyril Dessers. Die natuurlijk de spitspositie moest hij strijden met Brian Linssen. Maar uiteindelijk heel belangrijk geweest voor Feyenoord in de wederopstanding van de club. Een beetje een van de leiders in het tijdperk van Slot, zeg maar. Dus die mag voor mij wel ook in de top 3. En dat nummer 1 is een speler die nu in de Premier League speelt. Heeft voor Vitesse en Heerenveen gespeeld in de Eredivisie. Dat is Martin Ødegaard. Op het begin was hij bij Vitesse, kwam hij niet helemaal uit de verf. Maar uiteindelijk is het 2e jaar bij Vitesse geloof ik wel. Hij is 2 jaar aan Vitesse verhuurd, toen ook nog aan Heerenveen. Heerenveen eerst inderdaad, dan was hij niet wauw. En eigenlijk bij Vitesse was hij. Zo zat het, ja.
Maar ja, zijn laatste periode in de Eredivisie was magistraal. En ja, we zien nu waartoe het heeft geleid. Ja, ja, nou Brecht, ik ben heel erg benieuwd of jij hieraan kan tippen. Nou ja, er komt wel een naam terug ook in mijn top 3 van Yannick's top 3. Maar ik begin op 3 met Haller. Sommige mensen zijn wel vergeten dat hij op begin nog gehuurd is door Utrecht. Van Auxerre, als ik het goed zeg. En voor mij is het meer wat hij daarna gepresteerd heeft dan in die huurperiode. In die huurperiode was hij ook goed. Alleen hij begon als huurling en uiteindelijk heeft zich ontpopt bij zowel Utrecht als Ajax tot een topspits. En was hij nog in de arena, hè? Ja, ook nog. Hij kon niet kiezen tussen de twee familieleden, om het zo te zeggen. Maar ja, dat is Haller op nummer 3. Dan op nummer 2 een spits die gisteren nog scoorde, Brobbey. In de periode dat hij ook onder andere naast Haller stond, ja. Maar vaak op de bank. Haller zei nog dat hij bang was dat Brobbey zo fit zou zijn dat hij elk moment zeg maar 90 minuten zou kunnen spelen. Want dan had hij misschien wel op de bank beland. Ja, en in die huurperiode is hij ook meerdere malen heel belangrijk geweest. Dus op 3 Haller, op nummer 2 Brobbey en op nummer 1 kom ik toch ook alweer bij Martin Ødegaard uit. Ook waar hij is gekomen. Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat hij in de Eredivisie zijn minuut heeft gemaakt. Dus dat in het kort mijn top 3. En ik zie jou al naar mij kijken. Vraag het ook aan mij. Nee, ja, ik ga niet dit keer weer zeggen van zijn jullie ook benieuwd naar mijn top 3. Nee, ik ga hem gewoon door, zeggen. Ik kan alvast als tiertje weggeven dat ik niet voor Ødegaard in mijn top 3 heb gekozen. Omdat ik ja wel echt kijk naar hoe die het in de Eredivisie deed. Nee, grapje. Maar ik zet op 3 Brian Brobbey. Kan ik het wel daarin dus wat dat betreft met jullie vinden. Die heeft destijds toen natuurlijk gewoon Ajax naar het kampioenschap geschoten. Want het was toen heel krap uiteindelijk nog met PSV. Op 2 zet ik Sebastian Szymanski. Die wat mij betreft echt een heel groot aandeel heeft gehad in het kampioenschap van Feyenoord destijds. En op nummer 1 zet ik wel ook Serginho Dest. Die doet het wat mij betreft zo goed dit seizoen. En PSV natuurlijk nog steeds ongeslagen. Met heel weinig tegendoelpunten. En aanvallend draagt hij ook genoeg bij. Dus dat is mijn top 3. Ja, en Szymanski, volgens Turkse mediums, ook in de belangstelling van de Europese topnummer. 25 miljoen zouden ze willen voor hem. En dan zou je misschien wel een Ødegaard scenario krijgen. Dus ja, wie weet. Kijk, komt hier met z'n allen. Misschien zijn we het dan toch nog eens uiteindelijk. Hè? Ja. Allemaal kunnen we met z'n allen de hand schudden. Dan gaan we een bijzondere vergelijking, mag ik het even zeggen? Ja, nee, dat was het. Dat hij de voetsporen van Ødegaard. Nee, natuurlijk niet. Maar wie weet, als hij de Premier League in gaat. Ik snap hem. Ik snap hem. Ja. Nou, laten we in ieder geval doorgaan. Want je had het al over dat bijzondere momentje op de persconferentie. En dat was eigenlijk natuurlijk vanwege Slot, die ineens een Duitse vraag kreeg. Tenminste, je hoorde heel duidelijk dat in de comments was het de Dovenschmiertje is aan het woord. Ja, de Dovenschmiertje journalist. Ook een beetje flauw, maar ja, het werd al aan de pers al aangegeven van een Duits medium. Hij sprak wel gewoon op zich gewoon verstaanbaar Nederlands. Dus daar niks van te zeggen. Alleen welk Duits medium was die, weet je niet? Poeh, moet ik even achteraan. We gaan even kijken of we het artikel kunnen vinden. Misschien, het zal vast iets over geschreven zijn in Duitsland. Dat kunnen we even in beeld brengen. Maar Slot, die wordt niet vaak overvallen door een vraag. Die heeft vaak op alles wel een antwoord klaarstaan. Maar hier wist hij toch even niet wat hij erop moest zeggen. Bayern München is op de zoek naar een nieuwe trainer. Het melden Duitse bronnen dat jij op de lijstje staat. Wat kan jij daar zeggen? Staat hier Peter Bos of? Nee. Staat aan het slot. Sorry? Staat aan het slot. Ja, staat aan het slot. Ja. Ja, ja nee, geen enkel antwoord wil ik daarop geven. Je verrast me er ook totaal mee. Maar laat het mooi zijn dat ik ergens op mijn lijstje sta. Ja. Okay. Nou, dat was Slot over de geruchten van Bayern. Dan is gewoon maar gelijk een stelling. Slot die gaat de stap maken naar de absolute top. Dit seizoen, hè? Bedoel je? Ja, zeker. Ja. Nou, dat denk ik eigenlijk van niet. Nee, ik moest even over nadenken, maar er zijn natuurlijk een paar dingen. Die trainerscarousel die gaat wel op gang komen. Klopp gaat natuurlijk weg bij Liverpool, Xavi weg bij Barcelona. Nou, dan gaat er vast wel eens wat gebeuren in trainersland. En dan zal ook Slot inderdaad op de lijstje staan. Bayern hebben we het net al besproken. Ja, maar toch wel aan het einde van het seizoen vertrekt natuurlijk. Ja, maar van de andere kant, Slot heeft dit seizoen denk ik niet... dat magistrale seizoen gehad, waarmee die denk ik wel een stap naar de Europese top zou kunnen maken. Bijna volledig mee eens. Het is gewoon vooral de concurrentie is te hoog voor het aantal stoelen wat er vrijkomt op de bank. Om te, ja, maar die carousel is toch helemaal niet zo heel breed. Je hebt een De Zerbi en Xabi Alonso. En Zidane.
Zidane staat nog ergens. Xavi stopt dan na dit seizoen. Nou ja, Tuchel gaat eruit. Ik weet niet hoe goed, hoe gewild hij nog is. Maar, precies. Dan heb je er al 5. Xavi en, die het niet helemaal bewezen heeft bij een Barcelona. Ik denk nee, niet maar dat toch hij... een grotere naam dan Slot. Ja, als je even die... kijkt naar gewoon een PSV wat dan met een veel hoger budget inderdaad dan een, ook een bizarre prestatie neerzet. Dan is het seizoen van Feyenoord toch helemaal niet zo heel slecht. Zeker dus. Niet, maar ook in Europa, daar kijken ze ook naar. Dat is gewoon niet geslaagd geweest. Kijk, in de Champions League hebben ze echt een paar toppotten gespeeld. Oké. Slot zal natuurlijk zeggen, nou, Feyenoord had wel het veldoverwicht in bijna alle wedstrijden, maar behalve Atletico thuis dan. Alleen, ja, ze winnen niet, hè. En ze zijn niet door. En ook Roma is weer fout gegaan. Ja, het is niet allemaal op het konto van Slot te schuiven, zeker niet. Alleen, het is gewoon iets waar clubs naar kijken, denk ik. En daar heeft hij gewoon dikke vette pech mee op dit moment. Ja, we kijken dan vanuit clubs, hè. Maar als we even vanuit Slot bekijken, ja, Feyenoord extra is natuurlijk ook geen straf. Prima salaris heeft hij daar wat we een beetje horen. Feyenoord kan bovendien ook vragen wat ze willen, want er is geen afkoopclausule opgenomen in zijn contract. Nee, en hij heeft gewoon gaan Champions League spelen. Ze zal echt wel weer wat geld vrijkomen om te gaan versterken. En als je ziet, na de afgelopen jaren de Nederlandse trainers die naar het buitenland zijn vertrokken, is voor mijn gevoel 9 van de 10 keer dat ze te snel ergens naar een club zijn gegaan waarvan je achteraf zegt, had nog een jaar gewacht en dan was er een ander stoeltje vrijgekomen. Bijvoorbeeld een Peter Bos. Bijvoorbeeld een Peter Bos. Nou ja, Ten Hag kun je half van zeggen. Dat is wel een unieke kans. Dat is een unieke kans, United. Nou, we hebben De Boer natuurlijk vroeger gehad. We hebben Cocu gehad. Wacht gewoon nog een jaar tot echt dat ideale stoeltje vrijkomt. Ja. En dan komt die top vanzelf wel. We dwalen een beetje af, maar ja, het zou zomaar ook gewoon kunnen zijn dat Slot straks ineens bij Bayern aan het roeren staat volgend seizoen. En dan is hij de 20e trainer uit Nederland die in de Bundesliga aan het roer staat. En nou dacht ik, een leuk quizvraagje. Wie zijn dat nog meer? En dan gaan we gewoon om zijn beurt even namen noemen. En dan kijken we wanneer het klaar is. Ja. En dan mag Brecht beginnen. Kijk, die gaat die arrogant doen. Zo, want er is hier op rechts een beetje voorwerk gedaan. Dus, dat is, ik begin bij de meester, Louis van Gaal. Louis van Gaal. Dus Slot gaat in de voetsporen van Gaal misschien wel. Nee, daar geloof ik niet in. Maar, ik ook niet. Maar dat was even tijd om na te denken natuurlijk. Kijk, smokkelen. Ik ga voor Peter Bos. Dan ga ik voor een van de meest recent, ga ik voor Alfred Schreuder. Huub Stevens. Ik weet niet precies waar in Duitsland, maar ik ben vrij zeker dat Gert-Jan Verbeek ergens een keer in de Bundesliga actief is geweest. Klopt, als een bus. Ja. Dat was mijn volgende geweest, dus ik moet even nadenken. Ik ga nat, denk ik. Kunnen we nog wel wat tipje, want dit is wel heel kort. Dit is heel kort, ja. Wacht even. Of ja, nou ja, geef maar een tipje. Een van de trainers is momenteel werkzaam bij de KNVB. Ik weet het trouwens, Andries Jonker. Ja, nou, die wilde jij letterlijk tippen. Ja, oh, klopt. Ja, ja hoor. Ik zou vooral bij de club die hij net genoemd heeft, zou ik... Bij Wolfsburg? Oh, ja. Ik weet het. Zou ik even nadenken. Ik weet niet Wolfsburg, maar die heeft volgens mij ook in Duitsland gezeten. Martin Jol. Kan dat? Ja. Ah, sorry, ja. Ja. En jij bedoelt Mark van Bommel? Ik bedoelde Mark van Bommel, inderdaad. Ach, komt weer terug. Ja. ik dacht, ik heb ik hem nou zeggen. Maar. Er is eentje die... die zegt dat hij gestopt is als trainer. Of nou ja, eigenlijk niet. Is dik als verkeerd? Ja. Welk club? Borussia Mönchengladbach. Daar was ik nooit op gekomen. Dat was nog gratis. Zit natuurlijk nu nog bij Curaçao. Maar... Fred Rutte. Ja, inderdaad. Schalke 04. Dus, Dan heeft hij me hierbij gewonnen. Ik heb net mijn hintje al verspeeld. Jij hebt eigenlijk gewonnen, want ik moest net de eerste tip vragen. Nou ja, dan gaan we maar door naar Ajax FC Utrecht. Wat natuurlijk een mooi wedstrijdje was. Wat waren ze uitgerust, hè, die spelers van Ajax? Och, zoveel vrijdagen. Maar ik heb vanmorgen ook andere kant van het verhaal gehoord dat uiteindelijk ook wel meevalt, de vrijdagen. Dat ze natuurlijk zondag gespeeld hadden, ze al een dubbele speelweek, om het zo maar te zeggen. Dat ze maandag dan een uitlooptraining hadden. Nou, dinsdag is dan een logische vrijdag. Ze hadden vrijdag, was er een optie tot training, om het zo te zeggen. Toen zijn die spelers zelf gaan trainen. En ze hebben donderdag hebben ze lang 11 tegen 11 gespeeld. Dus ja, het is ook wel een beetje opgeblazen, toch? Vind ik ook wel. Natuurlijk, zijn het nieuwe systeem nou dan aan het spelen met 5 verdedigers. Dat zou misschien het enige puntje zijn waarvan je denkt, nou, moet je die vrijdagen wel geven dan. Maar ja, zo opportunistisch zijn we ook alweer. Zondag ging het wel goed. Dus, ja, nee, zeker. Maar in principe, als je die spelers dan rust wil geven, dan kan het toch ook op een hele andere manier. Dus dan ga je even met z'n allen inderdaad een hele dag beelden kijken. Maar echt vrije dagen, dat is andere koek, toch?
Een echte vrije dag, zeg maar. Dan kan een speler gaan doen en laten wat hij wil. Wie zegt dat hij dan wel rust pakt, zeg maar. Nee, het klopt ook wel. Het is natuurlijk zeker in welke staat Ajax zit al een beetje wel onmerkelijk. Alleen je weet ook niet hoe ver die spelers tegen hun grens aan zitten. Als echt van het schip doorgekregen hebt, lopen er echt achter op de laatste voeten. Ja, dan, ja, wat moet je dan doen? Moet je dan echt laten trainen? Dat kan ook niet. Nee, toch? Precies. Dan zit je, ja, je weet het niet. En als ze verloren hadden, dan was het natuurlijk een heel ander verhaal geweest. Ja. Want dan was de wereld te klein geweest. Dat denk ik ook. Maar goed, uiteindelijk is het goed afgelopen, denk ik, voor Ajax. En houden ze met onder meer Kaplan, houden ze de nul. Laten we het over Kaplan later even hebben. Maar een leuk quizvraagje weer. Wat is de laatste keer dat Ajax de nul heeft gehouden? In gewoon alle competities. Alle competities? Alle competities. Zo. Oei, oei, oei. Die heeft je vader niet, hè? Is het nog dit seizoen? Zeker. Is het onder van het schip? Ja. Kijk, dan snijden we een heel stuk af. Dan weet ik het al, denk ik. Volendam. Nee. Scoorde Volendam? Maar dat was niet de laatste keer. Dat was niet de laatste keer. Ik heb alleen het antwoord in mijn hoofd. Vitesse. Ja. Kijk. 4-0 of zo. 5-0 inderdaad. Ja, 25 november. Dus dat is al een tijdje geleden. Dat is even terug, ja. Ja, nou, in ieder geval met Kaplan. 25 november was het. 25 november, Jezus, ja. Zo. Ja, in principe doen ze dat wel met Kaplan in de achterhoede. Dat is een van de lichtpunten sowieso. Wel was het al tegen AZ en nu eigenlijk deze wedstrijd weer. Ja, wat vinden jullie van het optreden van Kaplan? Ja, ik moet zeggen, ik ging er wel even voor zitten natuurlijk. Ik was wel benieuwd. Natuurlijk vijf verdedigers. Sutelo zou niet spelen. Kaplan voor hem in de plaats, ja. Ik moet zeggen, vanaf minuut 1 vooral een bron van grote rust eigenlijk. Eigenlijk precies wat je bij Sutelo mist. Een beetje die rust aan de bal, ballen naar voren. Kaplan kwam ook nog vaak tegen zijn verkeerde been in uit, zeg maar. Ondanks dat hij echt centraal uit de voeten kwam. Ja, hij deed gewoon wat hij moest doen. En dat heeft Ajax precies nodig. Ja, je zag eigenlijk best wel ook achteraf dat de mensen spraken over dat Ajax twee nieuwe aanwinsten binnen heeft buiten de transferperiode. Dat is dan een Kaplan en ook een Mansverk, die ook wel een aardig duel speelde. Ja, je bent tegenwoordig al aanwinst bij Ajax als je rust aan de bal kan houden. Want dat is ook bij Mansverk. Ze brengen gewoon bij de rust. En dat heeft heel het elftal, ja, misschien met Vlaag een keer eerder laten zien dit seizoen. Alleen echt rust aan de bal is precies wat Ajax nou nodig heeft. Al laten we het ook een beetje rustig aan doen natuurlijk. Want hij speelde anderhalve wedstrijd goed, om het zo maar te zeggen. Kaplan. Ja, en Mansverk ook. En Mansverk ook. Laat ze het maar zien tegen Aston Villa. Dan kunnen we ze echt gaan oordelen. Ja, maar ik vond ook wel dat Henderson beter in zijn kracht kwam met Mansverk. Wel daarnaast. En zeker in Utrecht, wat de laatste weken zwaar in vorm was. Ja, en al 15 wedstrijden ongeslagen was. Nou, Ajax... Niks weggegeven. Ze houden dus die nul weer. Slaan daarmee ook eigenlijk een aanval van Utrecht op hun plaatsje in ieder geval af. Dan gaan we even door naar... Wat is eigenlijk Ajax 2-0 gewonnen? Niet veel te over te bespreken. Deden al lang niet meer mee in de titelstrijd. Gaan we door naar een rondje buitenland. Waar Koeman, die zat op de tribune bij PSV Feyenoord. Maar die zal vast ook s'avonds nog wel zijn tv hebben aangezet om Barcelona Atletico Bilbao te kijken. Dat was toch wel een tegenvaller. Die heeft hij ook weer snel uitgezet, denk ik. toen die Brancard van het veld reed, denk ik wel. Ja, ik zat zelf ook te kijken en ik miste even het moment. Ik zag ineens dat een blonde jongen op de grond lag en het was Frenkie, ja. Ja, dan heb je grote kans dat Frenkie is inderdaad bij Barcelona. Frenkie is inderdaad. Maar in de haling zag je dat ze enkel echt flink dubbelklapte. Ja, dan heb ik zelf toevallig ook een paar weken geleden... enkeltje verzwikt, dus je weet hoe het voelt. Ja, ook wat voor impact kan dat natuurlijk normaal, voor Nederland kan hebben. Ja, dat hebben we eerder al ervaren. Ja, het kon gewoon niet uitrijden, niet normaal. Nee, maar die ben je wel een paar weken kwijt. Ja. Dus ik denk, hè, voor het Nederlands elftal, die zal er in de oefeninterlands denk ik niet bij zijn. Xavi zei na afloop ook al dat het wel serieus is. Dus, Nou zal waarschijnlijk het EK niet in gevaar komen. Nee, dat niet. Maar dacht toch een leuke stelling. Hè? Omdat we deze aflevering toch al vol met stellingen en vragen en quizjes zitten. Zou je zeggen? Ja, ik dacht ik bereid me eens een keer voor. Nee, maar ik dacht leuke stelling. Mocht Ajax, ik weet niet wat er nou in mijn hoofd omging. Maar zonder Frenkie de Jong kan Oranje een eventuele EK-winst wel helemaal vergeten. Ja, oneens. Toch? Oh, eens. Ben jij eens, ja? Ja, maar ik denk dat ze dat sowieso ook kunnen doen. Dat wilde ik al zeggen. En daarom zeg ik ook een eventuele EK. Nee, maar oneens om het zo even te zeggen. Als we een positie
kunnen missen. Dus niet de speler, want hij is natuurlijk wel echt by far een van de belangrijkste spelers. Is het op zich op een middenveld nog wel. We hebben natuurlijk wel de naam als bijvoorbeeld Joey Veerman. Het is niet een 1-op-1 vervanger, maar het is wel hetzelfde, dezelfde speler die je daar neer kan zetten. Dus het is een drama, maar niet zo'n groot drama als hij er niet bij zou zijn dat onze EK-kansen helemaal op zouden lossen. Nou, volgens mij hebben we de afgelopen interlandperiode wel gezien. Nederland won dan wel zijn wedstrijden, maar ja, zo'n speler als Frenkie heb je wel echt nodig, hoor. Zeker in zo'n systeem als dit. Die heeft gewoon kwaliteiten die niemand anders heeft. Nou, om maar een flinke open deur in te trappen. Maar nou ja, het is echt zo. Frenkie, als je geen Frenkie op je middenveld hebt, dan mis je de aanvoer naar voren. En ja, dat kan hij als geen ander. Ik denk echt dat je hem zwaar nodig hebt sowieso. Ja, dus dan kan je die eventuele EK-winst wel vergeten. Zo duidelijk is het in ieder geval. Maar dan schat je hem dus echt om 0,0%. Ja. Ja, echt? Ja. Nee. Ja, met Frenkie wel iets meer. Ja, met Frenkie, maar zonder Frenkie 0. Echt 0, ja. Echt 0. Oké, nou. Dan hebben we er eentje die... eentje is oneens, de andere is eens. Ja, met een EK-winst, dan heb je natuurlijk ook een goede rechter wingback nodig. En dat is op dit moment is dat nog Dumfries in die vijfmansverdediging. Maar er is een speler die veel meer uitblinkt in die vijfmansverdediging. Dumfries die speelt niet eens meer elke week. En Frimpong staat inmiddels op 10 goals en 10 assists. Ja, hij is lekker bezig. Ja, moeten we die niet gewoon... dat is dan eigenlijk gelijk de volgende stelling. Als Nederland in een vijfmans verdediging speelt, dan moet Frimpong de voorkeur krijgen boven Dumfries. Nou, ik wil eigenlijk weer even een beetje maas in de wet vinden in deze stelling. Want ik wil jezelf weer indekken. Nee, ik wil Frimpong wel eens op links zien. Op links? En Dumfries op rechts. Ik denk dat je de twee beste, het was vaker gezegd, hè, twee beste vleugelverdedigers ter wereld hebt bij Nederland zelf dan. Dus ik zou Frimpong wel eens op links willen zien. En ja, Dumfries speelt nou ook niet alles bij Inter. Hè. Komt natuurlijk vanavond wel in actie, maar is dat vorige keer nog op de bank. En in afvallend opzicht is Frimpong wel een stukje beter dan Dumfries. Hè? Ja, ik denk dat we iedereen het wel over eens is. Als er 4-3-3 gespeeld wordt, dan is Dumfries de eerste rechtsback. Maar ja, als je aanvallend veel meer kan betekenen, dan is het misschien wel handig om gewoon Frimpong in ieder geval een keer de kans te geven in deze oefenduels. 100%. En ik zou ook niet snel iemand van zijn positie afhalen om hem dan op links te zetten voor die paar wedstrijden. Want dan moet je natuurlijk ook weer helemaal gaan wennen, erop gaan trainen in die korte tijd. Ja, en je gooi hem voor de Nederlandse leeuwen, om het zo maar even te zeggen. En ja, voor mijn part kan hij gewoon beginnen op rechts. Oké, nee, dat is duidelijk. We gaan in ieder geval zien wat Koeman tegen Schotland en tegen Duitsland gaat doen. En het is in ieder geval het moment, denk ik wel, om het een keer uit te proberen met Frimpong. Helaas kunnen we hem dan nog steeds niet definitief claimen, want het zijn oefenduels. Maar ja, die keuze voor Ghana, die zal hij toch niet meer gaan maken, denk ik. Dan gaan we even vooruitblikken, want er staat deze week weer mooie duels te wachten. Onder meer Ajax Aston Villa. Dat lijkt op voorhand een onmogelijke opgave, toch? Ja. Nee, ja. Nee, ja, dat is niet nu. Nee. Dus net als dat Nederland eigenlijk niet naar het EK hoeft te gaan. Zonder Frenkie de Jong. Ja. Je hebt weinig vertrouwen. Ja, nou ja, Aston Villa, maar ze hebben de Noorse Frenkie de Jong, hè? Ja, dat is waar. Sievert Mansveld. Nee, Aston Villa is in bloedvorm, jongens. En Ollie Watkins gaat voorop. Dat is de dirigent van het elftal van Unai Emery. Ja, dat wordt echt een hele lastige opgave. En ik ben benieuwd, Ajax speelt eerst thuis. Nou, dat staat nu wel iets beter in de verdediging. Maar ja, ik ben wel benieuwd of Aston Villa er makkelijk erin gaat snijden. En hoe denk jij daarover, Brecht? Ook niet heel positief. Al moet ik wel zeggen, ik denk dat ze thuis misschien nog wel een resultaat kunnen halen. Ja, een gelijkspel. Ja, je moet vooral geluk hebben, wat je ook tegen Bodo Glimt had eigenlijk. Hè? Want eigenlijk horen ze niet. Dat is een understatement dat ze toen geluk hadden, inderdaad. Ja, het is gewoon, je moet geluk hebben. En wie weet, hè? Laten we ze niet onderschatten met 5 achterin. Hebben ze het lek een beetje boven en probeer ik nog een beetje positief naar de wedstrijd te praten. Het is zeker zo dat als je tegen Utrecht punten had verspeeld, dan had je een heel ander gevoel gehad, denk ik, richting zo'n duel. Nu hebben ze toch een beetje het gevoel, denk ik, dat er wel muziek zit in zo'n opstelling. De vraag natuurlijk of ze het weer gaan spelen. De kans is groot. Maar het wordt natuurlijk gewoon wel weer even een beetje geluk hebben wat ze moeten hebben. Nou hebben we ook gesproken met Ron Vlaar. Die heeft jarenlang op Villa Park gespeeld. Dus die weet wel hoe het daar aan toe kan gaan. Nou heb ik hem gevraagd vooral even waar Ajax Villa pijn zou kunnen doen. Andersom. En voor welke speler ze ook moeten uitkijken. En dat klonk zo. Voor welke speler moet Villa Ajax nou het meest uitkijken op dit moment? Nou,
Watkins is er één van. En ik ben zelf echt fan van Douglas Lewis. Die was echt goed in Alkmaar. En die maakte ook het verschil toen hij erin kwam tegen AZ op Villa Park. Stond het 1-1, kwam hij erin. Altijd de assist op de winnende goal van ze. Ja. Vind ik gewoon echt een hele goede speler. Heel slimme speler. Echt goed tussen de linies positie kiezen. En ze hebben ook een geweldige keeper eigenlijk. Die pakt ze goed voor ballen. Ja, zeker. Die kennen we nog wel, die keeper. Helaas. Ja. Hoe schat jij de kansen procentueel in? Ja, dat is iets wat ik inderdaad zelf ook wel zo hoog zou inschatten. Helaas, het zegt wel veel over de staat van Ajax op het moment. Ja, dat is ook zo. Maar er liggen ook wel kansen voor Ajax, hoor, vind ik. En daar heeft AZ ook wel laten zien, denk ik. Zeker op Villa Park. Ze spelen echt heel erg hoog. En ze pressen eigenlijk volle bak hoog door. Met de laatste lijn op de middenlijn. En misschien zelfs nog wel wat hoger. Dus ja, er ligt wel heel veel ruimte achter de laatste lijn. En daar heeft AZ ook al een aantal heel goede kansen uit kunnen creëren. Nou, ik denk dat Ajax er ook wel in staat moet zijn om die ruimtes aan te vallen en wellicht te benutten. Nou, dat was Ron Vlaar over Aston Villa. Ik denk wel waardevolle tips. Die kan John van Schip zo even opschrijven als hij deze podcast zit te luisteren. Misschien heeft hij een vrijdag dat hij deze podcast kan luisteren. Ja, precies. Dan sluiten we in ieder geval af met... in ieder geval Ajax Aston Villa sluiten we dan ook even af met de stelling. Als Ajax... Aston Villa tegen alle verwachtingen in weet uit te schakelen, dan winnen ze ook de Conference League. Ja, je gaat al je geloofwaardigheid verliezen als je het nou eens zegt, hè? Ja, nee, onmogelijk. Ik denk ook dat het onmogelijk is. Maar ja. Wie zitten er buiten Aston Villa nog in de Conference League? Er zijn ook geen verkeerde namen voor. Veener? Fenerbahçe, ja, inderdaad. Nou, we hebben net over Szymański gehad, Tadic. Zeko. Draai een geweldig seizoen ook sowieso. Draai, ja, dat is toch ook wel... Wie hebben we allemaal nog in de Conference League? Ja, Eintracht Frankfurt heb je volgens mij ook nog. Het is Fiorentina. Nou, ik denk de moeilijkste tegenstander is wel Fenerbahçe. Ja, als ik het zo even snel bekijk. Club Brugge zou nog kunnen. Nou ja, dat is ook niet alles. Ga je nou echt nog overwegen? Nee, want Ajax... Je kunt wel de clubploegen gaan oplezen, alleen... Ik weet niet, mogen hier geen reclame maken voor gokken, maar ik denk dat die odds heel hoog zijn, de winst van Ajax nog in de Conference League. Nee, maar om het toch even in te houden, we gaan niet 0-0, maar er is altijd de kans als je ze uitschakelt. Behalve volgens jullie dus als vrienden. Ja. Nee, dik oneens, maar... Dik oneens. Ja, gewoon oneens. Ja. Dus dat gaat hem niet worden. Laat ze maar op de Eredivisie richten om daar de schade te beperken, denk ik. Nou, dat zou wel leuk zijn voor ons. Dan zijn jullie in ieder geval weer een keer eensgezind. Dat is ook wel lekker. Dan even, want ik heb jullie natuurlijk van tevoren, in ieder geval de kijkers en luisteraars, heb ik al gezegd dat er een belangrijke mededeling aan zat te komen. En dat is eigenlijk, nou, afgelopen zondag hebben we natuurlijk het gelijke spel gehad tussen PSV en Feyenoord. Er is niet echt sprake meer van een titelstrijd. Waardoor we eigenlijk ook hebben besloten dat dit de laatste aflevering was van het seizoen. Er zitten wel nog heel veel mooie producties aan te komen natuurlijk. We moeten sowieso, ja, de kijkers moeten blijven kijken op ons kanaal, abonneren, reageren, liken. Want er komt nog genoeg heel veel leuks aan. Vooral de socials ook, hè? Ja, de socials ook in de gaten houden. TikTok, Instagram, we zitten er allemaal op, zelfs op Snapchat. Dus zoek ons vooral op en dan blijf ons volgen. Ook deze aflevering is weer te luisteren op de streamingsdiensten. Dus daar moet ook gewoon een goede beoordeling nog even als laatste aflevering. Die kan er wel vanaf, denk ik. Wil je hem dan eindigen met niet dit is titelstrijd, maar dit was titelstrijd? Precies, ja. Nou, lieve kijkers en luisteraars, dit was titelstrijd.